meteen zeggen tegen de deelnemsters dat wij bij de volgende doortocht hier aan de aankomstlijn 500 frank premie klaarleggen al. Dus bij de volgende doortocht, volgende ronde 500 frank premie. Ja, je ziet het, langgerekt peloton. Twee dames hebben hier het hazenpad gekozen, een goede 100 meter voorsprong. Premie van 500 frank, daar wordt voor gespeurd. En het is voor het nummer 32. Voor Ilse Piers. Ja, twee dames in de spits van de wedstrijd. En hier dus rustig aan. Dus straks bij het ingaan van de laatste ronde 1000 frank premie.
En we rijden dus op een 35 seconden. En waar is aan het peloton? Nog niet te zien. Nog drie ronden en Sonja Vermeijlen geeft alles. Hier moet Koeman blijkbaar passen. Ja, die Sonja Vermeijlen, daar kan je druk op zijn hoor. Straks 1000 frank premie. Dat is een Nederlandse. Met drie ronden te rijden is het nummer 3. Nee, het nummer 21. 29. 27. Van Doody. Van Doody L3D. En wie gaat hier nog iets maken hier vooraan? Zit hij blijkbaar in de greep van dit peloton. Nog drie ronden te rijden. Wie gaat het doen? Gaat het Evi van Damme moeten doen? Nog drie ronden. Duizend frank premie straks bij het ingaan van de laatste ronde, dames. Kijk eens aan, het peloton daagt enorm. Dat is hier, wordt hier zeer lip hoor. Nog twee ronden. Nog twee ronden en bij het ingaan van de doortocht dus 1000 frank te verdienen hier. Jawel, jawel, hier is die Nederlandse met het nummer 27, Balkje Doudé. En hier een groepje met Evi van Damme, met Veronique Belletter erbij, jawel, ze zit daar. En aan het commando het nummer 24 van Veerle Ingels. Hier, het peloton breekt dus in twee stukken hier. Ik ga eens proberen kijken wie hier allemaal vooraan zit. Ja, met dat groepje daar in de achtervolging. Dat nummer 4. En ze schenkt hier 1000 frank premie. En ze blijven hier vooruit met Sonja Vermeijlen voor de 1000 frank. Of komt er hier nog Natasja Maas? Jawel, die gaat die 1000 frank nemen. Ja, Sonja die vloekt erop. Het is Natasja Maas die de 1000 frank voor haar neus wegneemt. Onoplettendheid van Sonja Vermeijlen, maar goed, oké. Zo is het nu eenmaal en ze vloekt. Wat gaan ze hier doen? Laatste ronde voor deze dames. Gaan ze het gaatje nog kunnen dichtrijden? Maar we weten het hoor. Vele Engels moeten het werk hier doen vooraan. Maar we weten van Sonja Vermeijlen dat ze niet aflaten is van vorig seizoen. Vorig jaar straks een deel uitmaken van het peloton. Laatste ronde ook voor hen. Laatste ronde, dames. Laatste ronde. Wie wordt het? Vermeijlen alleen? Jawel, jawel. Sonja Vermeijlen vernieuwt haar zege van vorig jaar hier in deze wedstrijd. Knap gedaan. Sonja Vermeijlen, haar vijfde overwinning, denk ik, van dit seizoen. Schitterend. Schitterend, we kennen haar, ze kent ook de omloop hier. Tweede knappe tweede plaats voor Natasja Maas, maar zij had de premie daar straks van 1000 franken. En dan nu spurten, ja ze zijn er niet meer bij geraakt. En zoals gezegd, de hardrijders hebben het gehaald. Wie wordt het? Spurtje gewonnen door het nummer 13. En dat is de nummer van Ursula Douwe. We hadden hier ook al op het palmarès Leontien van Moorsel staan. Die naam die zegt u ook wel iets. En hier nog een spurtje. Spurtje gewonnen door het nummer 23 van Katrien van der Poel. Hier aankomst ook van Nana Steensens. Voor haar wacht er straks een mooi geldbundeltje hier. Want ze heeft ook een premie meegekaapt. En we hebben nog wel wat meer in petto. Ongeveer 50 overwinningen konden zij in haar loopbaan, wielerloopbaan bij de dames. In de vorige jaren, in 1931, werd ze kampioen van België. Gerard van Steeland met de zoenen voor Sonja Vermeijlen. En de picture erbij, de foto, dat is nodig. Kijk eens aan. Ja, spijtig genoeg zegt ze inderdaad, ze was te laat voor die premie. Ze had het niet in de mot dat Natasja Maas die weg nam voor haar neus. Ja, foto. Je kent dit parcours op je deun. Je was hier al eens winnares. Ja, dat klopt. Het is de derde maand dat hij verkeert. En de eerste maand dat ik hier de duimen leggen tegen de Leontien van Moorsel. Vorig jaar met aan de bloemetuigen pakken in dit jaar.
Ja, eerst de duimen leggen tegen Leontien van Moorsel, vorig jaar winnares hier. En nu weer om zo'n prachtige zege. 9e ronde in de aanval. En dan komt er dan die reactie vanuit het peloton. En dan ben jij daar toch om te blijven volharden. Ja, dat ook is hier eigenlijk een topparcours, maar een zeer zwaar door de wind. En het is eigenlijk blijven volhouden en dan toon ik wel de sterkste. Inderdaad, de sterkste in die laatste ronde ging je inderdaad nog even goed door. Maas moest dan uiteindelijk lossen, want je klopte van, eigenlijk van colère, een beetje verrassende colère zal ik maar zeggen, op je stuur, omdat je die premium knipte. Ja, dat klopt. Ik was halverwege de ronde nog alleen voorop en ik had me speciaal hier naar de meester wat ingehouden, maar ik wist dat er een zwaar stuk ging komen. En ik had zeker niet gedacht dat ze in een keer zo kort bij zat en stukte er dan over en dat heeft mij een beetje boos gemaakt en ik ben rechts doorgetrapt en ik werd er door alleen gereden. Inderdaad, je nam al moed bij elkaar, je stelde ze bij elkaar, hier door de bocht ging je dan meteen al over haar waarschijnlijk en dan die laatste ronde alleen volharder. Hardrijds gezegd ben je hier bij de wingerdrachtenbaarder. Ja, dat klopt. Ik kan een stukje alleen rijden. Spijt me niet dat ik er nooit geselecteerd voor geweest. Maar het is dan eens te meer als het alleen binnenkomt dat dat een voldoening heeft. Inderdaad. En voor de tweede keer op rij hier in Kinderen Winnares. Trouwens, de vijfde keer denk ik als ik alles goed bijgehouden heb. Ja, dat klopt. Het is de vijfde overwinning. De vijfde overwinning. Schitterende seizoen gereden. Maar hoeveel ereplaatsen, Sonja? Hoeveel keren tweede en derde? De corridor van de dames? Een beetje misschien wel, ja. Maar oké, okay. Maar we gaan ervoor door. Morgen komt die laatste wedstrijd in uw seizoen.